Voor de Johan Cruijffschaal neemt Ajax, dat zelf landskampioen werd en de beker won, het op tegen de nummer 2 van de competitie, PSV. Ajax kent een slechte start en komt in de eerste helft op achterstand door een goal van, jawel, Matea Kesman, 0-1. Maar Ajax vecht terug. Van Bommel. Het is een linkerbal. Want Sikora gaat hiervoor. Sikora strandt op Waterhuis. Links is de ruimte. Sikora. Maxwell. Dit is knap van Van der Vaart. Ho, ho. De bal blijft zo lekker dichtbij hem. En dan kan je hele verrassende dingen doen. Rafael van der Vaart. Zwaar in de dekking en prachtig meegenomen bij Ooyer. Laatste, Krabbeeltje aan de rechterkant wil heel graag. En die krijgt hem ook. Krabbeeltje. Goed, Mido met zijn hoofd. En prachtig de goal van Mido in de 54ste minuut. Krabbeeltje met een hoofdrol. Maxwell in het midden, ja, goed. Ook Van der Meijden loopt mee. Maxwell en rechts is Van der Vaart. Maxwell naar Van der Vaart. Niet op zijn goede been. Maar dat maakt Van der Vaart niet uit hoe hij wordt aangespeeld. Hij maakt er toch wel weer het optimale van. 76ste minuut. En Rafael van der Vaart maakt er 3-1 van voor Ajax. En zo pakt Ajax de eerste echte prijs van het seizoen. Kivu, hij houdt de schaal omhoog. En in de kleedkamer wordt daarna, jawel, de champagne ontkurkt.